Hoi allemaal, vandaag hebben we een extra lang filmpje. Het goede weer heeft gelukkig doorgezet, dus het is wat droger op het land, waar we heel veel konden doen. Lekker gras gezaaid en alles geploegd en zo. Dus dat is super. En er was ook nog hulp uit Nederland. Dus weer veel klusjes gedaan met de boerderij die nog even moesten gebeuren. Hier zijn ze mais aan het inzaaien en die tank voorop, dat is, daar zit vloeibare mest in, dan kun je heel exact bemesten. Thank you.
Nou, daar zit een beetje een nat plekje, dat zie je wel. Dat ziet er niet zo mooi uit. Maar doordat we precisiebemesting doen met vloeibare kunstmest, mogen we meer mest, gewone koeienmest, op ons eigen land brengen. Omdat je exact bemest, zeg maar. Nou, dit was vanochtend. Hier zijn ze aan het gras zaaien. Deze week hebben ze dus Nederland meivakantie, hier niet. Maar nu is Henry, die is hier een weekje om samen met Jacco allerlei klussen te doen met het onderhoud. Ze hebben dus alle lampen in de koeienstal vervangen voor ledverlichting. Veel beter helderder licht. De jongens hebben alle kappen gewassen, weer opgehangen, alles is gerepareerd. En nu doet hij nieuwe dakplaten op het dak, waar lekker zaten. Sommige lichtplaten waren te heet geworden in de zon eens een keer. Die waren eigenlijk een soort van gesmolten. Dus op sommige plekken was het lek. En dat zijn ze vandaag gaan doen. Zo, ik ben even bij de sleutelsilo's omhoog geklommen, zodat ik het kan zien. Daar is Henry op het dak aan het werk. Je hoort de vloeiwagen te trekken. Maar hij is op het dak aan het werk met de nieuwe platen. Dus als het dan gaat regenen, wordt het niet meer nat in de schuur. In de voerloos. Het zou super zijn. Echt fijn. Daar zit dus een nieuwe plaat. En als het goed is, zit hier boven de kalfjes ook al een nieuwe plaat. Die lekte altijd erg. Nu zijn ze er ook gewoon weer door naar buiten kijken. De lampen zijn nu dus vervangen. Overal is ledverlichting ingekomen. Je kunt wel zien dat we veel meer licht in de schuur hebben. De jongens hebben alle kappen schoongemaakt. En nu super goede verlichting. Eens kijken waar Henry bezig is met het laatste stukje. Gaat super. Nou, de jongens zijn de trekker aan het wassen en de auto gaan ze nog wassen.
dit is de nieuwe schuif. Hoe werkt die? Dit hier, die bus. Kijk, die schuiven dan zo. Dus dan zet je hem vast op de vloer en dan kan dat natuurlijk niet. Maar ik bedoel, als de vloer al scheef is, gaat die schuif wel recht op die vloer. Snap wat ik waarom? Bedoel? Wat? Door het ding. Is het flexibel? Mee kan draaien. Hij gaat vanzelf heen en weer. Nee, niet automatisch. Maar ja, kijk, als je die schuif nou optilt met shop, dan kan hij heen en weer. Ja. Ik zal het demonstreren. Wacht, ik ben er klaar mee. Eerst die shop. Hey, Wout, ga hem even demonstreren. Nou, de jongens zijn tegenwoordig ook lid van de kartclub van de kerk. Dus daar ook nog even een filmpje van. En dan was dit weer voor deze week. Hopen dat jullie het een leuk filmpje vonden en tot de volgende keer.